Hallo, ik zal hier nou een klein verhaaltje vertellen van de Kabumba farcuta. Deze plant, deze rode plant, ik zal kijken of ik een beetje in kan zoomen. Het gaat om deze rode plant die je hier nou ziet. Die best wel een moeilijke plant. Die heb ik denk ongeveer een maandje geleden heb ik die aangekocht bij mijn aquarium speciaalzaak. Ben ik eigenlijk een beetje aan het testen gegaan. En het is best wel een leuke plant, maar heel gevoelig. Want ja, sowieso de kenmerken in het water. Leefde, een strenge plant is het. En ja, de bladschijf die wordt zeg maar als cirkelvormig met heel veel haren. Zo kan je deze plant zeg maar herkennen. En hij heeft ook best wel veel licht nodig. En het is voor zeker een aanrader voor de ervaren aquarianen. Maar zeker omdat je ook dan weet van waar je rekening mee moet houden. En ik heb deze plant eigenlijk puur voor voor de test gekocht. En ik ga zeker over een tijd, als het na de corona gebeuren, ga ik meer van kopen bij mijn aquarium speciaalzaak. En dan ik vind zelf gewoon een hartstikke mooie plant, maar je moet er gewoon heel rustig mee omgaan. Zeker met planten ook, want hij verliest heel gauw zijn haren. En het is best wel een hele geweldige plant, vind ik. Want ik wou eigenlijk een meer rood in mijn aquarium. En toen ben ik deze laatste keer tegengekomen bij mijn aquariumzaak. En heb ik daar ook advies over gekregen van, hou hier rekening mee, daar rekening mee. En zelf wou ik hem gewoon kopen, puur voor te experimenteren hoe het gaat. En ik ben er wel helemaal blij mee. Want deze plant ook, die heb je maximaal, dat is 1 meter lang, ik zeg het verkeerd, tussen de 30 en de 60 centimeter kunnen ze worden. En deze plant is ook eigenlijk meer voor in de middensector van je aquarium. En die heb ik ook eigenlijk expres in de hoek gezet, puur voor de experimenteren. Want ik heb ook een pleco in mijn aquarium. En die, ja, dat is ook af en toe best wel een lompe harrie, om zo maar te zeggen. En die is al 10 keer langs gezwommen. En dan verliest hij eigenlijk al zijn blad. Zijn naalden, dat kan je beter zeggen. Want het is heel kleine naaldachtige bladeren heeft deze plant. Ik vind hem helemaal geweldig. De Kabomba furcata. Dat is de originele naam. En vind jij een andere naam geschikt voor? Nou, ik kan je zeggen, het is best wel heel moeilijk al die namen te onthouden. En dan moet je maar eens gewoon een keer meer gaan zoeken of googlen. Maar deze plant. Dat is gewoon, ja, de voedingrijke bodemgrond heeft hij zeker nodig. En je kunt hem wel verstekken. Maar als je hem zeg maar eigenlijk, mijn aanrader is gewoon in het begin eerst één plant kopen en dan rustig ook testen en observeren. Want deze plant houdt ook niet zo van heel overdreven stroming. Je ziet dat hij wel een beetje beweegt. En dat is gewoon goed. Te veel bewegen, dan ja, dat kent de plant niet hebben. Dus, want dan verliest hij gewoon zijn blad. En de temperatuur. Ik zelf heb mijn aquariumwater op rond de 24, 25 graden. Want dat is gewoon goed. Maar deze plant die houdt ook wel een beetje van warmte. Dus.
En dat kan schommelen tussen de 20 en tussen de ja, minimaal 20, 25 graden. En tussen de, maximaal tussen de 24 en 30 graden. Deze plant moet ook een lage pH-gehalte hebben. Dan zeg maar tussen de 5,5 en 7,5. Daar moet jij je aquariumwater wel ja, voor op peil hebben en houden. Want daar, ja, anders overleeft deze plant ook niet. Dus ja, het is gewoon een geweldige plant. Ik heb hem ja, plus minus een maand geleden aangeschaft. En ik zie al ook al, zal ik eens proberen. Zal ik hem inzoomen. Kijken of dat gaat. Kijk, je ziet hier het rode gedeelte, zeg maar. Nou, daar kan je zien dat de plant dan ook een beetje weer uit aan het schieten is. En dat is gewoon helemaal geweldig. Ik heb ook andere, kijk daarachter staat er eentje. En hiervoor. En ze doen het redelijk goed. Als ze maar ja, een beetje met rust worden gelaten door de aquariumbewoners. En zeker door de pleco. En deze plant, die is gewoon ja, helemaal geweldig. En als je, dat is met purling. Met purling, als je zeg maar allemaal hele kleine gasbelletjes in je aquarium wel ziet. Dan zie je meestal met waterwissels. Dan zal ik een beetje uitzoomen. Want, zo. Want die purling, dat is gewoon helemaal geweldig. Al volgende keer als ik weer een waterwissel ga doen, dan zal ik ze wel proberen op te nemen. En dan zie je gewoon over het algemeen meer, ja, meer planten ook die aan purling gaan doen. En op deze manier, ja, ik vind het gewoon een hele mooie plant. Zeker ja, rood wil ik. Rood wil ik, ja, wil wel meer in de toekomst in mijn bak gaan doen. Maar ja, is alles op zijn tijd. En nu ook door de coronavirus. Dus ja, het is kloten. Maar je moet wel minimaal ja, gewoon afstand houden. En mijn speciaal aquarium speciaalzaak, die doet dat zeker wel. Dus, maar ik ga eerst eventjes dit puur voor mijn eigen nog meer stekjes zien te krijgen. En ja, ik vind gewoon deze Columba furcata, die, ja, dat is gewoon helemaal geweldig, deze plant. Dus ja, net wat ik al zeg, niet zo'n makkelijke plant, maar puur, ik heb hem in eerste instantie puur aangeschaft voordat ik hem zelf wilde testen hoe en wat. En maar ik ben tot nu toe zover gewoon helemaal ja, tevreden over de plant. En ook de andere rode plantjes die ernaast zie staan, die doen gewoon ook helemaal geweldig. En over een paar maanden denk ik dat ik daar meer bossen van, ja, meer bossen van heb. En dan zal ik wel meer filmpjes daarvan plaatsen. Dus bij deze de Kabomba furcata. En die plant, die is eigenlijk, ja, die komt in de tropen in Noord-Zuid-Amerika voor. Dus, tot de volgende keer. Dit was de plant Kabomba furcata, als ik het goed uitzeg. Dus, tot de volgende keer. Doei!